En welkom bij Spakenburg Nu, met vandaag de volgende onderwerpen. Solex Race, Zuidwalwedstrijden, boekpresentatie, de bibliotheek, een lintje voor Willem. Na 2 jaar stilte wegens corona klonk vrijdagavond 27 mei weer het oorverdovende geronk van de vele Solexen die meededen aan de Solex Race. Op hun Facebook-site stond terug van weggereest. Het was weer een spektakel. Joke Boeven was de winnaar van de Solex-race. Zoja Jussen won de Miss Solex-verkiezing. En de originaliteitsprijs ging naar Job Vermeer. De pechprijs was voor Larry Koelewijn. Hij had een lekke band en kon niet verder. Nou, veel plezier ermee. En dan mag ik jullie allemaal nog een hele fijne avond wensen. Ook vonden deze dag de Zuidwalwedstrijden plaats. Het feestelijk gebeuren waarbij na lange corona-ellende de schepen weer mochten varen. Zelfs het weer speelde mee, hoewel er een stevige wind stond. De winnaar van de botters was de BU67. Van de Aken de Heksenketel, van de Schouwen Vrouwen Janne Wous en bij de overige schepen de Alberta, de Zuidwal 2022 en Wilma de Vries. Thank you.
bang voor deze. Thank you.
prachtig gezicht. Maar het was ook behoorlijk schrikken toen er een scootsie kapseisde. De hulp kwam snel op gang en iedereen kwam gelukkig met de schrik vrij. En er was nog veel meer te beleven op 27 mei. Zo mocht Willem van Diermen een koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Melis van de Groep ontvangen. De uitreiking vond plaats tijdens zijn officiële afscheid bij vereniging De Bruine Vloot Spakenburg in de visafslag rond 11:30. Van Diermen is lid in de Orde van Oranje Nassau geworden, omdat hij zich jarenlang als vrijwilliger heeft ingezet voor onze samenleving. Zo is hij 25 jaar lid geweest van de vrijwillige brandweer in Bunschoten en heeft hij zich meerdere periodes ingezet als diaken bij de Noorderkerk. Daarnaast is Willem al ruim 10 jaar vrijwillig actief bij vereniging De Bruine Vloot Spakenburg en heeft als vrijwilliger het beheer gevoerd over de visafslag. Een belangrijk onderdeel hiervan is het geven van demonstraties aan bezoekers. Hij gaf ook demonstraties tijdens de jaarlijkse visserijdag en de vierjaarlijkse Spakenburgse dagen. Gesteld wordt dat hij hiermee heeft bijgedragen aan het levend houden van de visserijcultuur in Bunschoten-Spakenburg. Dit vrijwilligerswerk verrichtte hij de afgelopen jaren, zeker in het hoogseizoen, bijna dagelijks. Willem van Diermen, van harte gefeliciteerd. En wij maar denken dat voor dit jaar alle lintjes al vergeven waren, hè? Hoe groot was de verrassing? Ja, die is ontzettend groot. Dat ik nooit gedacht, net makkelijk zat. Dus ik was al geweldig, vond ik het, dat ik aangeboden kreeg om met mijn broers te gaan varen. Te kijken naar de Zuidwalwedstrijd in. Dus dat vond ik al geweldig. En toen, ja, oké, ik moet eerlijk zeggen, vanmorgen wel iets gespannen. Dus
Een klein voorgevoel? Nou nee, dit zeker niet, maar omdat ik er eigenlijk heel niet van houd om in de belangstelling wat dat betreft te staan, varen met mijn broers en ik denk oké, zo is het goed. Maar ja, toen gingen we aanleggen hier bij die afslag. Ik denk ja, dat zal een pluimpje in zitten denk ik. Dat dacht ik, want dan zei ik de burgemeester, ik denk nou ja, ik krijg een pluim en dat is er gewoon geweldig. Maar ik had natuurlijk nooit verwacht dat dit eruit zou komen. Er is natuurlijk heel veel gebeurd. Eerst al heel lang bij de brandweer, hè, 25 jaar, maar ook diakenen. Hoe belangrijk is het ook dat werk doorgaat? Ja, dat is eigenlijk nog veel belangrijker natuurlijk. Het geloof is voor mij ongelooflijk belangrijk geweest. Ik was voetbalde en ik was jeugdtrainer. En daar heb ik mijn diploma gehaald om de jeugd te gaan trainen. En toen werd ik gekozen als diaken. Dus ik zei, ja, ik moet stoppen met dat voetballen, want dit is belangrijker. En toen ben ik dat gaan doen. En dat heb ik ook altijd met veel plezier gedaan. En je hebt kunnen horen, de burgemeester was mijn eerste maat. Toen was het gewoon nog natuurlijk Melis van Twillet. En dat is van begin af aan heeft dat geweldig geklikt. En toen werd ik gevraagd om dit te gaan doen hier nadat ik in de VUT ging. En toen heb ik eerst een gesprek gehad met diezelfde burgemeester. En dat zei ik ook tegen mevrouw. Alle geluk is dat hoe of sommige dingen in elkaar lopen. Ik zeg, want nu heb ik daar zo wel aan dat ik met de burgemeester diaken geweest ben. Dat ik voordeel heb met dat gedoe in de afslag. Ja, want 10 jaar geleden, toen kwam de stichting Bruine Vloot in zicht. En werd jij beheerder van de visafslag en ging jij demonstraties geven. Maar wat komt erbij kijken? Wat moet je in huis hebben om demonstraties te kunnen geven? Ja, maar goed, eerst heb ik daarom even contact gezakt met de burgemeester. Wat houden het eigenlijk in? En wat verantwoordelijkheid heb ik hierbij? Hier komen allerlei mensen aan. En als er een wat krijgt of wat ook of valt, hoe zit dat? En dat hebben we allemaal doorgesproken en door. Ik hoefde me eigenlijk er niet op voor te bereiden, omdat ik hier geboren ben en een geweldige jeugd gehad met de visserij van mijn vader. Dus ik kon heel makkelijk een verhaal bedenken. Dus ik begon altijd mijn verhaal met, ja, jullie zitten hier op Haverdijk 28, maar ik ben geboren op Haverdijk 25, 3 huizen hier vandaan. En daarom kon je zien hoe mooi begin als dat was, want de mensen waren dan met 1 zaten ze naar je te luisteren. En dan vertelde ik gewoon uit ervaring wat ik met mijn vader en mijn broers meegemaakt had op die boot. En in de afslag hier, ik hoefde niet te denken, ik zag zo de vishandelaren zitten, die gezichten, die kon ik er zo bij halen. En ik wist precies hoe dat ook gegaan is allemaal. Op hoogtijdagen had je zelfs, was je hier elke dag. Hoeveel liefde heb je er dan voor? Nou, kijk, de Spakenburgse dagen, dat vond ik ook ontzettend mooi. Dan kwamen de boten, die gingen varen met toeristen. En dan kwamen ze hier in de afslag en dan vertelde ik de hele dag vertelde ik het verhaal. Dat ging tot 1 uur of 5 door. En dan, als het mooi weer was, trok ik mijn korte broek aan en dan ging ik zitten. En dan dronk ik een flesje bier. Dat was, zei ik tegen mevrouw, het lekkerste flesje bier dat ik altijd drink, is na zulke dagen. En dan de visserijdag, was natuurlijk iets aparts. Dan begonnen we 's morgens om 6:30. En dat ging de hele dag door. Ik regelde dat ook na afloop dat we weer een drankje dronken. En om dat ook een beetje goede banen te leiden, om 1:30 dat een beetje rustig af te sluiten. En dat viel wel eens niet mee natuurlijk, want als je gezellig zit, dan willen de mensen iets doorgaan. Maar oké, dus ik zei, er moet toch ook weer een einde komen. Maar dat is ook goed gegaan. Nou, Willem, jij hebt ook een bijdrage geleverd aan de visserscultuur hier in Bunschoten-Spakenburg. En daar zijn wij jou heel erkentelijk voor. Je bent gestopt. Betekent dat Willem nu in rust gaat of gloort er alweer iets nieuws aan de horizon? Nou, ik denk het niet meer. Kijk, ik
kan overal ingaan wat ik wil. Maar eerst alles gaan we lekker rustiger doen. Toen ik in de fut kom, toen zei ik, een poosje neem ik rust. Maar ze hebben heel vlug gevraagd of ik dit wou doen. En dit heb ik met zo'n liefde gedaan. Echt waar, want het was geen opgave in. Dus graag gedaan. En voor wat de rest op ons aankomt, we zien het wel. Geniet van deze dag. Dankjewel. Ja, gaan we doen. Dankjewel. Frank Kraken presenteerde zijn boek, De grootste bankoverval aller tijden, in de bibliotheek Bunschoten. De grootste bankoverval aller tijden vertelt het waargebeurde verhaal van een groep jonge mensen die zich verenigen in hun verzet tegen de bezetters. Van ongekende dapperheid, onvoorwaardelijke vriendschap en een ontluikende liefde tegen de achtergrond van een allesverscheurende oorlog. Tijdens de presentatie waren op een groot scherm prachtige oude afbeeldingen te zien. Er waren zelfs recent ontdekte geluidsfragmenten te beluisteren. Frank Kraken, van harte welkom hier in Bunschoten-Spakenburg. Nou, hartelijk dank, het was een mooie rit. Ja, nou zeg. En vandaag hier de boekpresentatie in de bibliotheek bij ons in Spakenburg. Ja. Maar hoe is dat nou bij u begonnen, die passie voor het schrijven van boeken? Want u heeft er meer op uw naam staan. Ja, dit is inmiddels mijn zesde boek. En dit verhaal, dit heb ik van mijn vader gehoord. Mijn vader was 8 jaar oud toen de bank in Almelo werd overvallen. En dat was natuurlijk talk of the town. Maar door de oorlogsomstandigheden, door de mentaliteit van de mensen, door de wederopbouw, waren er na de oorlog andere dingen om het over te hebben. En dat verhaal is eigenlijk binnen Almelo, binnen Twente gebleven. En het is nu aan mij, 77 jaar na dato, om het uit te dragen en om het in de rest van Nederland bekend te maken. Bijzonder. En dus uw vader lag er eigenlijk aan ter grondlegging, hè, dat u die drive kreeg om daar toch onderzoek naar te gaan doen. Ja, ik denk dat de nieuwsgierigheid wel een beetje in de genen zit. Daar zal het wel mee beginnen. Maar mijn vader heeft mij daar vroeger over verteld als klein jochie. En daar ga ik straks ook iets over vertellen. En het speelt zich natuurlijk allemaal af. Ik ben geboren in Almelo, getogen in Wierden. Dus het is mijn habitat. Het speelt zich af in een straal van 10 kilometer rondom mij heen. En dan is het toch heel bijzonder dat in een stadje als Almelo, dat eigenlijk buiten Nederland niemand kent, dat daar de grootste bankoverval ter wereld heeft plaatsgevonden. Ja, dat is niet in Tokio, niet in Londen, niet in Parijs, ook niet in Amsterdam, maar in Almelo of all places. Nou, heel bijzonder. Ja, en u heeft heel veel een grondig speurwerk gedaan, want maar liefst 5 jaar bent u aan het onderzoeken geweest. Hoe belangrijk is dat? Ja, heel belangrijk. Als de waarheid een rechte lijn is en je ziet dat er verhalen steeds verder van de waarheid aflopen naarmate de tijd vordert, dan kan je maar één ding, dat is terug naar 1945, terug naar het begin. En dat heb ik getracht te doen, het is ook gelukt. En van daaruit heb ik het dossier opnieuw opgebouwd. En dat ene dossier, dat werd groter en groter, dat is nu ongeveer 1 meter breed. En dat is alleen nog maar het geprinte deel. Het digitale deel is nog vele malen groter. Ik heb een heleboel gevonden in archieven, in Israël, in Amerika, in Engeland, in Duitsland en in Nederland. Nationaal Archief, NIOT, plaatselijke regionale archieven. En wat heel bijzonder was, op 1 januari vorig jaar, dus nog heel recent, 1 januari 2021, zijn een heleboel geheime stukken geopenbaard. En daarmee had ik in 1 keer de puzzelstukjes in handen om het totale plaatje compleet te maken. Wat maakt het boek zo bijzonder om te lezen? De moed van deze mannen en vrouwen. Dat is wat er doorheen sijpelt. Dat zie je aan alle kanten. Deze mannen en vrouwen die hebben de edele moed gehad als jonge twintigers vaak om zulke onvoorstelbare risico's te nemen. Om met de prijs van hun eigen leven te spelen. De kans dat je gepakt werd was natuurlijk groot. Soms zelfs met gezinnen en families op de achtergrond. En toch hebben ze het gedaan omdat ze onrecht voelden. Ze voelden onrecht en die Duitse bezetter die moest het land uit. Daar moest alles voor wijken. En ze zijn in verzet gekomen. En ja, de oorlog, dat klinkt ver weg, maar we zien nu in deze tijden hoe dichtbij het kan komen. En ook daar wordt verzet gepleegd. En in dit boek zie je het van heel dichtbij, hoe je soms met hele kleine dingen beginnend uiteindelijk echt een hak kunt zetten tegenover de bezetter en het verschil kunt maken. Ja, waar je toe in staat bent, hè? Dat is heel bijzonder. Ja. Vanavond wordt er niet alleen verteld door u, maar er worden zelfs unieke beelden vertoond, geluidsfragmenten gehoord. Hoe bijzonder is dat? Ja, ik heb een aantal onverwachte vondsten gedaan. Je kan het een soort schatkamer noemen. Het is schatgraven eigenlijk, hè? Dat dossierwerk en dat speurwerk en research.
dan kom je hele mooie dingen tegen. En ik heb niet alles meegenomen vanavond, want dan zitten we hier om 12 uur zitten we hier nog met z'n allen. Maar ik denk wel dat ik een uur en een kwartier onafgebroken aan het woord ben. Kan vertellen, unieke foto's kan laten zien, documenten kan laten zien. Kan illustreren wat er voor nodig is geweest om destijds in opstand te komen, in verzet te komen. Dus ja, ik denk dat het, zonder dat ik nu de inhoud van het boek verklap, dat het echt een heel spectaculair verhaal is. Ja, en dan is het nog die koffer met dat geld. Ja. Hoe bent u daar zo aangekomen? Ja, de grote vraag die iedereen stelt, 46 miljoen gulden. Dat is nu 300 miljoen euro, gecorrigeerd voor inflatie. Niet te geloven. Ja, dat is ontvreemd. Dat is gestolen onder de rook van de Duitse bezetters. En dat is ergens naartoe gegaan, in de grote hooiberg. En de grote vraag is dan natuurlijk, waar is dat geld nu? Waar is het gebleven? Ligt het nog ergens? Kunnen we op zoek? En ik heb een koffer bij me en daar zit wat in. Nou, fantastisch. Maar hoe bijzonder was het voor uzelf toen u aan het schrijven was, wat u elke keer weer ontdekte aan elementen. Hoe is dat voor u als schrijver zelf? Ja, af en toe krijg je een adrenalineshot. En dat heb je ook nodig, want het kost zoveel energie om de speld te vinden in een hooiberg waarvan je niet weet of de speld überhaupt bestaat. Nou, daar ben ik naar op zoek. En als je die dan vindt, ja, dan is het natuurlijk fantastisch. Dan loop je een rondje om je bureau en denk je, yes, ik heb hem. En dan maakt het verhaal weer completer. En zo ja, lig je steeds tipjes van de sluier, tot je op een gegeven moment gewoon door hebt van, zo is het gegaan. En ja, ik denk dat er nu geen detail meer is, dat ik nog niet weet. Het is allemaal verwerkt in het boek. En het is een heel, ondanks dat we weten hoe het zo'n beetje afloopt, een super spannend boek geworden, wat echt recht doet aan die verzetsmensen van wel eer. Prachtig, want ja, tenslotte, waarom behoort dit boek ook op de plank van de boekenliefhebber? Ja, omdat het gewoon smullen is. Het is om te volgen hoe die jongens en meisjes geboren zijn in normale gezinnen, net zoals u en ik. En vervolgens langzaam maar zeker in dat verzet verzeild raken. En tot grootste daden in staat zijn, omdat ze een gevoel van onrechtvaardigheid over zich heen krijgen. En daartegen willen vechten. Ja, dat is prachtig om te lezen, dat is spannend. Het gaat om heel veel geld, het gaat om de moed van deze mannen en vrouwen. Nou, dat bij elkaar maakt het tot een soort filmisch verhaal. Hartelijk dank. Graag gedaan. Connie Hoosbeek werkt bij Bibliotheek Bunschoten. Zij doet de organisatie van de evenementen, zoals bijvoorbeeld een boekpresentatie, zoals u net heeft gezien. Wij spraken met haar. Connie Hoosbeek, jij werkt sinds december als programmamaker in de bibliotheek om activiteiten op gang te brengen. Maar waar moeten wij dan aan denken? Nou, aan verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld boeklezingen, boekpresentaties. Maar wat we ook gaan doen, daar beginnen we in september mee, zijn blikopeners. Dat is één keer in de maand een lezing, een korte lezing met een lunch. En dat organiseren we voor mensen die of wat minder activiteiten doen, of het leuk vinden om elkaar te ontmoeten. Want het is de bedoeling dat ik mensen verbind en dat ik zorg voor ontmoetingen. En ja, er zijn zoveel activiteiten die op gang gaan komen. Maar dat zal zich in de loop van tijd ook ontwikkelen, omdat ik nog steeds aan het leren ben in Boekenland wat er allemaal te beleven is. Ja, want dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat is jouw doel? Wat is jouw streven? Nou, we beginnen gewoon rustig aan. En we willen gewoon iedere keer een boeklezing, een boekpresentatie, maar ook andere leuke dingen. Dus misschien koken weer zonder zakjes of juist kijken naar een onderwerp wat heel veel mensen aanspreekt, zoals opvoeden. We zijn bezig met de verloskundige praktijk, de BAREL. En praktijk Zigzag om een avond te organiseren. Nou ja, ik bruis van de ideeën. Dus er komt echt nog wel meer. Maar ja, dan moeten jullie onze agenda ook een beetje in de gaten houden. En we hebben een geweldige PR-afdeling. En we gooien het steeds in de ether, zeg maar. Ja, want vanavond is Frank Kraken hier, hè? Heel bijzonder. Hoe is dat voor jullie om te zien van dat er mensen op aankomen? Hoe spannend is dat dan ook weer, hè? Als je iemand uitnodigt? Nou ja, daar zijn we echt heel trots op dat Frank hier in Spakenburg is. Want ja, je ziet hem nu steeds op televisie bij De Wereld Draait Door en hij schuift aan in praatprogramma's. En dat vind ik echt wel heel bijzonder dat hij hier over zijn boek komt vertellen, vooral omdat het waar gebeurd is. En ook omdat het best inhoudsvol is. Een jonge groep verzetshelden die ja, een bank berooft om mensen te helpen. Ja, dat is wel gaaf dat het waar gebeurd is en dat hij daar hij schijnt er een soort spectaculaire show van te maken. Dus we zijn heel benieuwd.
Ja, en ik denk nou zo ineens, hè, als mensen soms zelf ideeën hebben, zouden ze dan ook naar jullie toe kunnen komen van, is dit soms iets hier voor de bibliotheek of voor activiteiten? Jazeker. Zeker, want de literaire dingen wil ik met het cultuurplatform ook organiseren. Maar we hebben ook allerlei andere dingen die ik wil organiseren met andere partijen. Ja, dus ideeën zijn zo welkom. En dan kunnen we samen met Bibliotheek Eemland kijken of we daar handen en voeten aan kunnen geven. Ten slotte, hoe kunnen mensen weten wat hier te doen is en hoe kunnen ze jullie bereiken? Nou, wat een goede vraag zeg. Op onze website vind je een kopje actueel en daar zit de agenda in. En dan kun je kijken wat er in de agenda staat. In de bibliotheek is heel veel te doen. We hebben natuurlijk zoveel meer. Het taalhuis is een onderdeel. We hebben zoveel onderdelen waarin we een programma hebben gemaakt voor alles wat er te doen is. Dus kijk gerust eens in onze agenda. En dan komt er vast iets voorbij wat aanspreekt. Ook in bibliotheek Amersfoort hebben we veel leuke activiteiten. Eigenlijk als je kijkt, dan denk je, er komt geen eind aan de lijst wat er allemaal gebeurt in de bibliotheek. Dat wist ik ook nooit. Er is heel veel te doen. Nou, fijn. Wij wensen jullie natuurlijk heel veel succes. Dank je wel. Dit was Spakenburg Nu. Zaterdag kunt u naar het tweede deel van de interviews van ons 30-jarig bestaan kijken. Donderdag staat deel 3 van de documentaire Geschiedenis, Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk op het programma. Deze keer aandacht voor Huis ter Eem en Eemdijk. Voor nu wens ik u een fijne dag.